Rond 11 uur deze voormiddag reed een voertuig aan de hoge snelheid op de Meer, waardoor voetgangers moesten opzij springen. Onze collega's van Defensie hebben dit voertuig onmiddellijk opgemerkt en getracht te doen stoppen. Het voertuig onttrok zich echter aan deze controle en reed voorbij het rode verkeerslicht aan de Meerbrug in de richting van de kaaien. De collega's van Defensie hebben via de rechtstreekse lijn de radiokamer van onze politie verwittigd. Meteen is een snel responsteam aangestuurd en ter hoogte van de Sint-Michielskaai zijn het voertuig en de bestuurder onderschept. De verdachte, een man van Noord-Afrikaanse herkomst, is onmiddellijk gearresteerd. Ik wil tenslotte enkel nog mijn grote dankbaarheid namens alle Antwerpenaren uitspreken aan de mensen van Defensie die hebben ingegrepen, die gelukkig op het terrein daar aanwezig waren. Mijn dank ook aan de politiediensten en het snelle responsteam dat de verdachten op een professionele manier heeft gearresteerd en misschien veel erger heeft kunnen vermijden op deze manier.